de keuze. En die boze Fransen, ze kwamen met veel schepen aan om in Calooi te dansen. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, graaf Willem. Graaf Willem. Die vond de Maas gaat open. Maas gaat open. Maar hij is gelijk in een dief zo stil daarin gekropen. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, de Mari. De Mari. En de Perelskransen. Perelskransen. Zij nodig graaf Willem ook te gast om daar te komen dansen. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, dat groot banket. Dat groot banket. Heeft u moeten lukken. Maar toen de dans was uitgedanst, de keersen moesten zij snutten. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, graaf Willem. Graaf Willem. Was op de weg ontkomen. Ontkomen. Maar hij passeerde in een dijk, daar verloor hij zijn zonen. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, de Perel. De Perel. Ze had van hem vernomen. Met bommen en de grof geschud, hieten ze willen komen. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, zijn keukenschip. Zijn keukenschip. Dat is er ook gebleven. Gebleven. En 83 schepen daarbij van de schoonsten uitgelezen. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, met schande. Met schande. Moest hij Calooi verlaten. Maar hij was vervaard van het geschiet en die vierige granaten. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, zijn volk. Zijn volk. Dat heeft hij al verlaten. Hij nam ze vlucht een doelwaard in, hoe moeten die geuzen praten? Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan, met oorlof. Met oorlof. Bid God tot alle tijden. Als dat hij ons met vroomigheid van de ketters wil bevrijden. Hebben ze dat gedaan? Doen ze. Hebben ze dat gedaan? Geus neef komt aan.